Examen 2017 tijdvak 1, molybdeen 99, de uitwerking ervan. En de opdracht begint hiermee. Het gaat natuurlijk om de vergelijking wat eronder staat. De vraag is, wat hoort er op het stukje staan? Nou, we gaan kijken naar deze term, een N, het neutron. Het neutron heeft als notatie 1-0. Nou, een stukje kennis. Je kunt natuurlijk ook zeggen van ja, maar kijk, het neutron bestaat uit één deeltje, dus massagetal linksboven is 1. Neutron heeft geen lading, dus linksonder komt een 0 te staan. Dit stuk hier, molybdeen. Molybdeen is gewoon een element. Een element heeft een atoomnummer en dat staat in binas. Opzoeken geeft 42. Dan, hierboven. Hier hoort een getal te staan, als je daar 1 bij optelt, is het 99. Geen hogere wiskunde, want dat is natuurlijk dan 98. Net zo daaronder, een getal plus 0 is 42. 42. Oftewel, wat hoort daar te staan, dat is ook molybdeen. En dit is hem al. En de punten die je hiermee kunt verdienen, 3 stuks, zijn dus mooi in de pocket. Atoomnummer van molybdeen, correct, die 42. En massagetal en atoomnummer van neutron, die 1 en een 0, correct, 1 punt. En daarna dus het linkerdeel, correct, ingevuld. 3 punten, mooi verdiend. Verder, een stukje tekst weer, lees eventjes door. Molybdeen wordt naar het ziekenhuis gebracht. Maar een molybdeen dat vervalt natuurlijk, dus er gaat steeds een stukje weg. En iedere week komt er een nieuw voorraad. Vraag, hoeveel procent is er na een week nog over? Want ja, het gaat iedere keer minder en minder warm. Wat je hier nodig hebt is natuurlijk de halveringstijd. Dus je pakt binas tabel 25, isotoomtabel, je zoekt molybdeen op. Je ziet hier inderdaad atoomnummer 42. Molybdeen, let op, wel molybdeen 99 pakken. En dan zie je dat de halveringstijd is 65,9 uur. 65,9 uur, oké, en het gaat over een week. En in een week zitten 7 keer 24 is 168 uur. 168 uur duurt het. 65,9 is de halveringstijd. En dat betekent dus, tussen de 2 en de 3 halveringen zit je in. Dus, ik begin met 100. Na 1 halvering is het 50. 2 halvering is het 25. En na 3 halvering is het 12,5. Allemaal procent. Tussen de 2 en de 3. Dus, ik zit daarin. Oftewel, wat is het juiste antwoord? Dat is A. Het is minder dan 25%. Een meerkeuzevraag. 1 punt waard. We gaan meteen door naar de volgende vraag. En dat is deze. Eerst wat hij vertelt wat metastabiel is, maar belangrijker is dat bij een verval er een energie vrijkomt van 0,141 mega-elektrovolt. Gevraagd wordt welke frequentie hoort bij die energie van 0,141 mega-elektrovolt. Er staat een energie van 0,141 mega-elektrovolt. Als een energie gegeven is in elektrovolt of nu mega-elektrovolt, werk het eerst om naar joules. Je hebt bijna altijd een punt verdiend als je dat doet. Hoe doe je dit? 0,141 mega is 10 tot de macht 9 en elektrovolt is 1,6 keer 10 tot de macht min 19. Dus er staat hier natuurlijk 0,141. Keer 10 tot de macht 9. En 1 elektrovolt is 1,6 keer 10 tot de macht min 19. En je komt dan dat 0,141 mega-elektrovolt gelijk is aan zoveel joules. Dan de golflengte van het foton. Foton, energie. Wat is de energie van een foton? Energie van een foton is gelijk aan h keer f. Waarbij h de constante van Planck is en f frequentie. Golflengte wordt gevraagd, maar als je een frequentie weet, kun je golflengte berekenen. Daar komen we zo meteen op. Eerst dit, h-constante van Planck. Dus die haal je uit binas.
frequentie berekend met E gedeeld door H, oftewel E in joules natuurlijk. H, wat ik zo net zei, minus de baas 7. En je komt op een frequentie van, nou, daar staat het 3,4 keer 10 tot de macht 19 hertz. Probeer dit zelf ook eens op de rekenmachine die je gebruikt bij het examen, dus niet een graaf of iets dergelijks. Kom je op dit getal? Als het niet zo is, misschien dat je vergeten hebt met haakjes te werken. Want bij de normale rekenmachines heb je, als je de haakjes niet gebruikt, kans dat je dus die 10 tot de macht min 34 verkeerd gebruikt. Ja, dus probeer altijd rekening te houden met die haakjes. Goed, frequentie weet je. Golflengte. Hoe breng je golflengte? Dat gebruik je de meest belangrijkste formule bij trillinggolven. En dat is V is lambda keer F. V, de snelheid van de golf. Lambda, golflengte. F, frequentie. En een foton is in feite een lichtdeeltje. Oftewel, de snelheid is hier gelijk aan de lichtsnelheid. En die staat weer in binas, weer binas 7. Dus uitrekenen, golflengte is dan snelheid gedeeld door frequentie. Snelheid is 3 keer 10 tot de macht 8. Frequentie is net uitgerekend. En ik krijg de golflengte van 8,79 keer 10 tot de macht min 12. Let op, significantie, 3 cijfers. De punten. Nou, je ziet hier al 1 punt voor het omrekenen van mega-elektrovolt naar joules. En daarna nou, gebruik van formules en natuurlijk weer het completeren. We gaan verder. Nou, een heel verhaal, maar het hele verhaal zat eigenlijk in dit diagram vermeld. Ja, dus we gaan meteen kijken van wat wordt er gevraagd. Gevraagd wordt een tweetal zaken en we gaan even per punt bekijken van, hey, hoe los je dat op? De eerste dus bepaald met behulp van figuur of technetium 99M aan deze eis voldoet. En die eis is dat hij minimaal een activiteit moet hebben van 2 keer 10 tot de macht 7 becquerel, 3 uur na toedienen. Kortom, dit wordt eigenlijk gevraagd. Wat is de activiteit op T is 3 uur? En die moet dan minimaal 2 keer 10 tot de macht 7 zijn. Nou, hoe kun je de activiteit bepalen uit zo'n grafiek? Uit een grafiek van het aantal kernen en als functie van de tijd, in dit geval hier in uur. Dat doe je met de raaklijn. Dus ik teken de raaklijn op T is 3. Dat is deze. Ik maak er een driehoekje van. Dat is op deze manier. En activiteit is aantal deeltjes gedeeld door de tijd. Dus delta N gedeeld door delta T. En delta N is die 0, deze. Dit is delta N. Nou, aflezen is ongeveer 0,96. Let wel op. Keer 10 tot de macht 12 natuurlijk. En de tijd, dit stukje hier, 11,7. Het staat hier in uur. Het moet wel in seconden worden ingevuld. En dus krijg je deze. En de activiteit is dan gelijk aan 2,3 keer 10 tot de macht 7 becquerel. En je ziet, het is in ieder geval meer dan de vereiste 2 keer 10 tot de macht 7. Dus dit is aangetoond. We gaan verder met de tweede opdracht. En dat is deze. Ja, behalve die technetium 99M zijn er nog twee andere preparaten. De een heeft een halveringstijd van 60 uur en de ander heeft een halveringstijd van 0,6 uur. En waarom moet je voor die twee stoffen veel meer stof toedienen om tot dezelfde activiteit na 3 uur te komen? Nou, dan gaan we eventjes kijken naar de bovenste. Ja, en je ziet bij 3 uur is de steilheid veel en veel minder. Ja, betekent dus dat hij gewoon te weinig activiteit heeft. Ja? En dat komt natuurlijk door de hoge halveringstijd. Want hoge halveringstijd betekent dat hij redelijk stabiel is en dus weinig activiteit heeft. En de onderste, ja, nou, die heeft dus een veel kortere halveringstijd. Betekent dus dat hij vooral in het begin natuurlijk heel veel activiteit heeft. Maar dat gaat snel voorbij, omdat hij heel veel verliest. En op TS3 is de helling alweer een stuk minder. Oftewel, hij is gewoon
eigenlijk alweer op. Dus nou ook daar weer te weinig activiteit, dus je moet meer toedienen. De punten. Nou, kijk, dat je gebruik maakt van helling is al één punt. En nou, kijk even verder wat je allemaal doet. De eerste drie punten gaan voor de eerste opdracht. En het vierde punt krijg je voor de tweede opdracht. We gaan weer verder. Even doorlezen wat er allemaal staat. Echt gegevens staan er niet, behalve natuurlijk het diagram. En het diagram geeft intensiteit weer als functie van de afstand. Ja, en hier heb je P en Q, de twee detectoren. En een grotere afstand, zeggen ze hier, ja, betekent dat de intensiteit afneemt. En de vraag is, waarom is het zo? Waarom neemt intensiteit af als de afstand toeneemt? Nou, en het is een éénpuntsvraag, dus je moest gewoon zeggen van, nou, die straling wordt natuurlijk geabsorbeerd door het weefsel. Eén punt. En we gaan snel verder. Naar de volgende vraag. Het gaat nog steeds over detector P en detector Q. Nou, je kunt even alles doorlezen. Detector P is hier boven Q onder. En de afstand is 32 centimeter. En dit is de patiënt. Nou, gegeven is, en dat is belangrijk, de intensiteit die P meet is 4 keer zo groot als de intensiteit die Q meet. En de vraag is dan van, hey, als de intensiteit 4 keer zo groot is bij P, ja, welk punt wordt dan eigenlijk gemeten? Ja, is het A, B, C of D? Ja, nou, allereerst kun je meteen concluderen van, nou, C en D zijn het zeker niet, want die liggen dichter bij Q. En als dus de tracer bij C of D ligt, dan zou Q dus het meest moeten meten. En dat is niet zo. Dus het is of A of B. Daar gaan we naar kijken. We kijken eerst eens naar punt B. Die zit 12 centimeter van de detector P af en 20 centimeter van detector Q af. Ik kan dat aflezen in dit diagram, wat de intensiteit dan is. Want ik ga op 12 centimeter zitten. En dan kan ik aflezen van, oh, de intensiteit ongeveer een 27. Dus punt P, of detector P, die meet een intensiteit van 27. En detector Q, die meet een intensiteit van ongeveer een 7. Dus IP 27, IQ intensiteit is 7. Oftewel, de verhouding is 27 gedeeld 7 is 3,9. Ah, dat is wel mooi, hè? Dat is dus al het juiste punt. Had ik niet punt B genomen, maar punt A, dan had ik dus duidelijk niet in de buurt van 4 gezeten. En dan was dus de conclusie van, hey, A is het niet, dus is het B. De punten, ja, in ieder geval, het eerste punt is dus dat je zegt van, nou, C en D kunt in ieder geval niet zijn. Daarna bepaalde afstanden en de intensiteit. En tenslotte conclusie dat het punt B moet zijn. En dit is de hele opdracht weer. Bedankt voor het aanhoren en wellicht tot horens.